De rapportageplicht bij het financieel verkeer wordt niet gecontroleerd. De ontwerpwet houden de nieuwe regels voor het centrale bankwezen, die nu in behandeling is in het parlement, moet hierin verandering brengen. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zei vandaag dat dreigingen nooit op tijd aan het licht komen, omdat de controle op het financieel systeem te wensen overlaat. Ik geef je een voorbeeld. Cambio's rapporteren aan de centrale bank. De centrale bank krijgt cijfers vanuit de banken. Maar ik heb nog nooit gezien dat er vanuit de centrale bank een rapport is gegaan. Hier is er een red flag, hier zijn er zaken die niet goed lopen. Terwijl zij toezicht houden. En dan krijg je uiteindelijk, wanneer men naar het systeem kijkt, van buiten, dat men ziet dat eigenlijk nog een controle heeft in de plaats. Die dingen worden wel gerapporteerd, die informatieplicht is er, maar er is geen controle. Want nergens zie je hier red flag of dat is niet goed en dat moet aangepast worden. Dus het blijven maar bij richtlijnen en voorschriften. En dat maakt dat ons systeem, en wanneer het komt op compliance, dan zien wij dat wij vrij laag scoren. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam haalde aan dat binnen de Centrale Bankwet 2022 de taken en bevoegdheden duidelijk moeten worden aangegeven, zodat dreigementen worden geminimaliseerd. Dat bij als taak wordt opgenomen, voorzitter, dat de bank verplicht is eigenlijk het verzamelen en produceren van economische en financiële statistieken. Ik zie dat niet terug bij artikel 10 bij de taken voor de verdere uitbreiding van taken, voorzitter. Maar dat moet duidelijk worden vastgesteld. En ik denk dat als we statistieken en de verslagen hebben, dat wel de red flag kan, ervoor kan zorgen dat we die red flag zien, voorzitter. Dus ik weet niet, ik vraag het voorstel van het lid, als zij daarmee kan meegaan, dat we inderdaad de doelstellingen duidelijk aangeven in artikel 10. Het bereiken en handhaven van stabiliteit in de waarde van de geldeenheid van Suriname, oftewel prijsstabilisatie, is de voornaamste taak van deze ontwerpwet, houdende nieuwe regels voor het centrale bankwezen.